Ik heb begrepen dat op een populatie van 203.000 Almeerders, maar liefst 50.000, ik herhaal het, ruim 50.000 vrijwilligers zich inzetten voor de stad. Nou, er staat hier alles wat u doet. U bent het sociale netwerk in de stad. Laat uw stem horen. Blijf contact met ons houden als bestuur. Ontzettend leuk dat we hier zijn. Stadhuis van Almere. Het gaat om de vrijwilligersprijzen. Het is de dag van de vrijwilligers vandaag. En ik zit hier op de bank samen met John. Banen, ja. John, Banen. Ja. Ja. En John heeft net van mij ontvangen een originaliteitsprijs. Hij is vrijwilliger in onze stad. Zet zich juist in voor Almeerders. En John, voor wie zet je in? Wat doe je? Ja, ik geef mond-om-oor therapie. Eigenlijk vind ik het een rotwoord. Ik noem het een beter ademen groep waar ik een beetje leiding aan geef. Waar mensen met longproblemen en Parkinson door middel van de mondharmonica oefeningetjes aangereikt krijgen. Maar ook het plezier van liedjes spelen. Waardoor ze doorlopen met een ademhalingssysteem en hun longen aan de gang gaan. Dus constant het oefenen zijn om dat ademhalingssysteem te trainen. John, dat doe je met behulp van een mondharmonica. Ja. Leg even uit hoe werkt dat alsjeblieft. Het meest onderschatte instrument, want iedereen, als ik mondharmonica laat zien, dan zeggen ze, speel je ook nog een echt instrument? Ja, begrijp ik. Het mondharmonica is een uniek instrument waarop je kan uitademen en inademen. Ik zeg expres geen blazen en zuigen, want je moet ademen op dat instrument. En juist dat je zowel uit als in kan ademen, kan je oefeningen doen. Het zijn snelle ademhalingen, zachtjes, luid, kort, lang. En dat maakt dat die mensen, zelfs met het spelen van liedjes, hun ademhalingssysteem aan het trainen zijn. Geweldig. En juist het plezier erin, want zo'n plastic ding, dat is noodzaak en dit is gewoon leuk. Hoe lang ben je er al mee bezig? Ik speel zelf een jaartje of 15, maar hiermee ben ik vanaf maart 2015 in Almere bezig. Ik ben niet uniek, want in Nederland zijn ongeveer 20 groepen die op allerlei wijze hetzelfde doen. En ja, ik ben gewoon lekker in Almere begonnen. Geweldig, joh. Ja. En hoeveel uur doe je dit? Ik doe het op vrijdag, dus mijn enige vrije dag die ik heb. Je bent politieagent? Ik ben politieagent in Amsterdam. Amsterdam-Amsterland. Ja. Ja, in Amsterdam-Zuidoost. John, als ik zeg mensen maken de stad, wat zeg jij dan? Ja, absoluut. Ik hoop zelf ook een beetje bij te dragen aan Almere. Ik moet eerlijk zeggen, ik woon hier na 14 jaar. Vroeger zei ik altijd, ik zou mijn hond een jaar willen laten in Almere en Lelystad. Maar ik ben zo verknocht dat als ik over een paar jaar met pensioen ben, blijf ik lekker wonen in Almere. Terwijl ik vroeger zei, van ik ga er nu wonen. En als ik wat ouder ben, ga ik weer terug naar Amsterdam. Maar dat gaat niet gebeuren. Je blijft ook als je ouder wordt absoluut in onze stad wonen. En dan kan ik nog meer mond-om-oor-therapiegroep opzetten. Almere is trots op jou, wat je doet. Dank je wel dat je dat als vrijwilliger doet voor onze stad en voor onze inwoners. En de originaliteitsprijs van, laat me even zien. En die gaan we goed gebruiken. Dinercheck is voor jou, is van jou. Geniet ervan. Dank je wel. Nogmaals bedankt. Oké, vriendelijk bedankt. Dank je wel.